We zijn weer op het Zuiderspoorpark in Sneek voor een thuiswedstrijd van ONS Boze Sneek in de derde divisie. Vandaag is de tegenstander VVOG uit Harderwijk. Naast mij staat trainer Richard Karrebelt. Richard, de uitwedstrijd was een knotsgek duel tegen VVOG. Ja, 3-0 voor en met de rust en 3-3 eindigend. Ja, dat is knotsgek, hè? Wat heb je geleerd van die wedstrijd? Nou, dat is altijd, heb ik toen ook naar de wedstrijd gezegd. Dat zijn natuurlijk aparte wedstrijden. Kijk, laten we eerlijk zijn, we hebben, als trainers zijn, hebben we beide hetzelfde probleem. We hebben allebei één hele goede en één hele slechte gespeeld. Alleen wij hebben het nare gevoel dat de tweede heel slecht was. Ja, goed, wat heb je geleerd? Het enige wat wij geleerd hebben, denk ik, in de loop van het seizoen, dat je 90 minuten heel geconcentreerd moet spelen. Dan kijken we naar vorige week. Er was geen derby helaas tegen Harkemaarse Boys, maar er werd geoefend thuis tegen Staphorst. Heeft die wedstrijd nog interessante dingen opgeleverd? Nou, elke oefenwedstrijd levert wel wat op. Hè? Zowel in positieve zin of in negatieve zin. En daar probeer je altijd mee verder te gaan. De vraag is natuurlijk, wat gaat de uitslag worden hier op het Zuiderspoorpark tussen ONS Boze Sneek en VVOG? We gaan het gauw vragen aan Hans Peerstra. Wat denk je dat het vandaag gaat worden? 2-1 voor ONS. En wie gaan de scoren voor ONS? Jomé Ramos en Martijn Rozenburg. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik zie dat je ook een Ajax-muts op hebt. Denk je dat Ajax gaat winnen morgen? 4-0. En Feyenoord? Verliezen natuurlijk. De vorige wedstrijd dus tegen VVOG werd 3-3. We gaan kijken wat het vandaag wordt op het Zuiderspoorpark. We gaan nu naar de samenvatting. Jeremy de Graaf staat namens VVOG klaar om de aftrap zo te gaan nemen. En op een toch redelijk vol Zuiderspoorpark de wedstrijd in gang te brengen. Dat is nu gebeurd. En we zijn los in de eerste helft. Muller. Probeert voorwaartse ploeggenoot te bereiken. Kamstra ertussen. Alen de Boer. Vandaag in de spits dus. Van de Veen, Rozenburg. Dat is buitenspel voor Ramos. Acuna. Kamstra probeert in één keer te verlengen richting Ramos. Daar zit Muller tussen, maar die verspeelt hem ook weer. Ramos, handig. Ramos, goed door op Alen de Boer. Kan niet schieten. Alen de Boer met het schot! En dat gaat op de paal. Zo is ONS Boze Sneek na 2 minuten heel dicht bij de 1-0. Alen de Boer dus met het schot op de paal. Dan. Opnieuw de Graaf. Nabia. Die speelt weer terug op de Graaf. Mooie aanval van VVOG. En zijn schot gaat in het zijnet. Eerste kans voor VVOG na 7 minuten spelen. De Graaf en Bia deden dat handig, maar de bal gaat mis. Meraki. Er ligt nu heel veel ruimte. De Graaf. Nog altijd de Graaf is langs Zimmerman. De Graaf met de voorzet. Onderkant lat. Zit die bal erin? Nee. De Graaf claimt van wel. Het leek mij vanaf hier van niet. Maar ONS Boze Sneek ontsnapt hier aan een tegengoal. De bal is lastig, maar Van Eken wint dat duel wel. Ramos. Op zijn beurt richting Alen de Boer. Alen de Boer, Alen de Boer. En hij doet het! En zo staat het na 10 minuten spelen. 1-0 voor ONS Boze Sneek. Ja, het harde doorzetten van Van Eken en Ramos brengt het uiteindelijk toe dat Alen de Boer die bal krijgt. En oog in oog met Korenberg is het dan voor Alen de Boer een koud crunchje. En zo brengt hij ONS Boze Sneek op een 1-0 voorsprong. En dat is er inmiddels reeds gereed 1-0 zichtbaar te maken. ONS Boze Sneek gaat gelijk door. Geen buitenspel voor Ramos. Ramos, is de keeper voorbij? Ramos! En zo staat het binnen een minuut 2-0. Wat een wilde hier op het Zuiderspoorpark. VVOG is totaal niet bij de les. Ramos is dat wel. Omspeelt mooi de keeper. En kan dan zo in een leeg doel rustig de bal erin schuiven. En zo staat het binnen 11 minuten 2-0. Jomé Ramos. Doekschop Meraki. Rozenburg gaat weg. Kan Van Eken die bal binnenhouden? Nee, dat doet Meraki wel. En die doet dat niet handig en dan kan Van Eken oppikken. Zit er een counter in voor ONS Boze Sneek? Ramos, Alen de Boer. Dan moet het in één keer weer naar Van Eken eigenlijk. Alen de Boer door de benen. Nog altijd Alen de Boer. Hoog en hoog met de keeper. Alen de Boer legt hem af. Van Eken. En 3-0. Ongelooflijk. Binnen 2-3 minuten scoort ONS Boze Sneek 3 keer. Fantastische actie. In eerste instantie Van Eken pakt de bal op. Dan gaat Alen de Boer ermee vandoor. Speelt Braam door de benen. Is dat niet zo zuchtig. Legt hem breed. En Renko Van Eken kan de 3-0 binnen schuiven.
En zo, na 13 minuten spelen, 3-0 voor ONS Bozensneek. En ONS Bozensneek heeft de bal alweer. Ze hebben er zin in, Dantema. Bestuurt, Kamstra weg. Kamstra ongenoeg met de doelman. En dan kan het gewoon ook nog 4-0 worden. Ongelooflijk. Gelijk een grote kans voor Danny Kamstra. Dat is de fluitje van de scheidsrechter. De Graaf probeert het in één keer. En ja, via Van Wegen. En volgens mij ook nog een beetje de lat. Is het bijna 3-1. Nou, voor ONS Bozensneek is dit heerlijk voetbal. Ik kan rustig afwachten. Om er eventueel bij balbezit weer pijlsnel uit te vliegen. Dantema pikt goed op. Ramos. En dat is buitenspel voor Alen de Boer. Dus deze treffer gaat niet door. Hij rondt hem leuk af. En via Ramos en Rozenburg is de tweede helft onderweg tussen ONS Bozensneek en VVOG. Müller. Van der Sluis. Gooi is Labari. Kijk, en dan komt Ramos en de Boer. Die doen het samen goed. Zimmerman. De Vries. Dantema, goed afgesnoept. Van Eken. Geen buitenspel voor Dantema. Ramos is met hem mee. Kan dit een goal worden? Hij is naast hem, legt hem goed af. Ramos. En dan kreeg de keeper aan. Zeldzame missen dit van Jume Ramos. Dantema doet dat geweldig. En dan moet dit misschien wel 4-0 worden. Goeie redding van Van Wegen. Ramos is er langs. Ramos overgenomen met Korenberg. Nog altijd Ramos. Gaat hij erin? Hij doet het! Hoe is het mogelijk? Enkele minuten geleden kreeg je veel makkelijkere mogelijkheid. Dit was best moeilijk. Maar hij opspeelt toch keeper Korenberg. En dan langs de achterlijn eigenlijk dribbelt hij de bal erin. Maakt hij zijn tweede van de dag en breekt die ONS Bozensneek na een uur spelen. Op een 4-0 voorsprong. En dat moet nu toch wel heel gek gaan lopen. Willen de 3 punten niet in sneek blijven. Rozenburg. Ramos is voor de goal. Rozenburg ziet Ramos, vindt Ramos en dit is het doelpunt! De hat-trick is compleet voor Jume Ramos, zijn derde. Rozenburg, ja, die kan als geen ander met gevoel dat balletje daarvoor geven. En is voor Ramos een koud kunstje om die bal binnen te kloppen. En ze staat het binnen de 70 minuten. Maar liefst 5-0 voor ONS Bozensneek door de derde van Jume Ramos. Van Eken. Stevens? Wat een heerlijke invalbeurt voor Fabio Stevens. De voorzet is goed, perfect op maat. Stevens kan koppen. En ondanks dat Korenberg wel de goede hoek induikt natuurlijk, is het gewoon 6-0 in de 85e minuut. Fabio Stevens. En zo gaat ONS Bozensneek een hele ruime overwinning boeken. Vraag is, krijgen we de blessuretijd bij? En zo ja, hoeveel? De scheidsrechter gaat gewoon affluiten. Ik vind het wel heilig, staat nog niet eens 90 op het bord. Maar dat zal niemand hier de Sneek interesseren. Nadat ONS Bozensneek in de 10e, 11e en 12e minuut de 1, 2 en 3-0 maakte, ging het na rust vrolijk verder. Scoorde het nog 3 maal. Was het onder andere Jume Ramos met een hat-trick verantwoordelijk voor een 6-0 overwinning op VVOG. En doet ONS Bozensneek hele goede zaken in de derde divisie zaterdag. Ja, toch een lekker gevoel. 6 doelpunten, 6-0 winnen. Ook weer een beetje een revanche gevoel na de vorige wedstrijd tegen VVOG. Dat je met 3-0 voor staat in de rust en dat je het uiteindelijk nog verkloot. Niet helemaal verkloot, maar je speelt gelijk. Nou, ik denk dat we nu als team gewoon echt hebben geknokt voor ons leven en dat was hartstikke mooi. En zij bleven zeg maar wel volharden in hun eigen spel en daar waren wij gewoon zo goed op ingespeeld dat we, ja, dat we zo kort de hele tijd stonden dat we in duel konden komen en dat maakte het gewoon dat we dat continu konden blijven doen. Ja, en dat was ook een beetje mijn rol. Ik wist het van tevoren dat die jongen zeg maar heel veel in de bal ging spelen. Goede technische speler was, dus ik denk ik vlieg er gewoon op en dan... Ja, wel een beetje met verstand natuurlijk, maar dan krijgen we zulke mogelijkheden. En als je het dan ook nog goed uitspeelt, ja, dan,
ja, dan krijg je zulke uitslagen. Dat was fantastisch en ik denk dat we er nog wel 6-7 hadden kunnen maken. Ja, ik denk dat het veruit de beste wedstrijd was die onder mijn hoede hier is gespeeld. Moet ik er wel bij zeggen dat ik absoluut ook de contact, Chris en ik doen heel veel samen. En het leuke van deze situatie, van deze wedstrijd was dat Chris een analyse moest maken voor zijn cursus in een opdracht. En daarin ook de jongens moest voorbereiden en de jongens ook moest begeleiden, zeg maar, vooraf. Nou goed, en dan is het mooi dat het ook voor Chris, dus alles gaat naar Chris toe vandaag, dat het er zo uitkomt met deze manier van spelen. Is het dan echt totaal verschillende aanpakken of zijn het kleine dingetjes juist? Het scheelt verder niet zoveel. Hè? Maar het is wel leuk. Ik bedoel, we doen het altijd samen en zo praten we ook. Maar goed, vaak als we winnen dan krijgt de trainer de credits. Maar die wil ik heel graag nu delen met Chris.